Ja, ik weet het. Ik weet het. Ook Gods kinderen die wat meer verzekerd zijn, gaan niet altijd even gevoelig aan de tafel des Heren. Maar het gaat ook in de eerste plaats niet over het gevoelige. Het gaat vanmorgen om geloof. Geloof is heel wat anders dan gevoel. Geloof heeft eigenlijk, als het erop aankomt, geen gevoel nodig. Toch verlangt de gelovige om het te smaken, om het te proeven. Maar dat is niet altijd even sterk aanwezig. Dat gaat soms met het geloof op en neer. En die zeggen zondag, wanneer de gevoeligheid achterblijft, ik kan niet afblijven. Ik heb mijn meester lief, al ervaar ik zijn liefde niet, maar ik kan niet zonder hem. Ik wens u een gezegende voorbereiding. Ook u die het stellige voornemen hebt om niet aan te gaan. En u, lieve vriend, die misschien denkt, ik ga niet zo lichtvaardig met het avondmaal om als de gemeente. Ze lopen tegenwoordig, maar allemaal aan het avondmaal. Ik zal u adviseren. Ik raad u aan, stop hiermee. U verderft uw eigen ziel en u moet het straks voor God verantwoorden. Dat u een ander een etiket hebt opgeplakt en u hebt zelf het etiket dat u erbuiten staat. Lieve gemeente, het is een hoogtijdag. Het is een dag om de dood van de Heere te gedenken.